Ja, vrienden. Ja. Ik zit alleen maar bij mezelf te denken. Het zal toch niet gebeuren? Hè? Ja. Jullie zien het toch ook? Ja. Links is aan het inhalen. Ja. Binnendoor, buitenom, ze halen alle kanten in. Oh, met die Partij van de Arbeid en die GroenLinks. En die uit je dubbel T, Kuiken. Ja, die heeft natuurlijk een veel te klein partijtje. En die denkt, ja, ik schurk maar gauw aan tegen Knulletje Klaver. En Knulletje Klaver, die wil maar al te graag minister worden. Staat met koeienletters op zijn voorhoofd. Oh, die wil zo graag de macht hebben. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja. En dat gaat ze nu nog lukken, ook doordat ze samen gaan. Vrienden, voor je het weet. Ja, en daarom zeg ik, het zal toch niet gebeuren. Voor je het weet, zitten zij een beetje in het centrum van de macht mee te ballen. Ja, want straks hebben zij, zijn ze groot in die Eerste Kamer. En dan kan gewoon D66 via die VVD, die kunnen al hun ideetjes doordrukken. Via dat linkse gebeuren. Het is om gek van te worden, want straks stel je voor zeg dat die het allemaal een beetje voor het zeggen krijgen. Dubbel T en Adje Dubbel T en Knulletje Klaver. Stel je dat voor. Dan krijg je dus al dat geneuzel over het klimaat. De hele dag dat klimaatgelul. Oh, is me dat even wat? Hé, hey, ja, voor je het weet is Nederland alleen nog bekend vanwege tulpen en windmolens, vrienden. Ja, ja, dat zit er aan te komen. Zo, en daar ga je gek van worden, hoor. Terwijl de problemen die er nu zijn, gewoon de praktische problemen voor de mensen, die worden niet opgelost. Nee, ze zijn alleen maar bezig met over 30 jaar. Want als de energierekening naar beneden moet, ja, dan zorgen ze daar niet voor, hoor, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Nee, die stemmen ze tegen. Ja, kijk, dus dat is het. Ze zijn er niet. Helemaal niet voor de mensen met een kleine portemonnee. Nee, vergeet dat nou. Maar goed, dat zit er wel aan te komen, vrienden. En het asielbeleid, wat denk je daarvan? Stel je voor dat die gasten dat allemaal doorzet. Oh, ik ben zo bang dat er nu mensen zijn die hebben gezegd, nee, maar ik ga nu een beetje rechts stemmen. Ik ga nu de oppositie steunen. En dat die zich nu allemaal weer bedenken. En dat daarom dat links ineens toch weer op het schild wordt gegezen. Oh, vrienden, het is toch ook wat. Ja. En met het asiel. Ja, want straks komen ze allemaal maar binnen. Met je knecht. Ja, dat zit er dan aan te komen. En wat denk je van nog veel erger. Het woke gebeuren. Oh, vrienden. Ja, dat. Oh, straks mag je helemaal niks meer. Mag je helemaal niks meer zeggen. Mag je niet eens meer iets anders denken dan de wat woke wil. En woke gaat het helemaal uitmaken. En die zitten in die partijen. Daar zit het epicentrum van het woke gebeuren, vrienden. Vrienden. Oh, denk nog even goed na voor die verkiezingen.